Hallo, welkom bij de 16e aflevering uit de bloedstollende reeks Zit een oudheidkundige met rug naar een boekenkast. Ik ben Jona Lendering, ik ben oudheidkundige en dus zit ik met mijn rug naar een boekenkast, want dat doen wij oudheidkundigen. Al sinds de dagen van Erasmus zitten wij, als wij moeten poseren, met een rug naar onze boekenkast. Anders dan al mijn voorgangers haal ik er ook wel eens een boek uit en vandaag is dat dit boek, Rethinking the Other. En het is geschreven door Eric Grün. Ik geloof dat hij ergens in Amerika, in Californië, aan een universiteit heeft gewerkt. Voor ik uit kan leggen waarom dit een belangrijk boek is, moet ik iets anders aan u uitleggen. En ik wil nu eerst even iets voorlezen daarom. En het is denk ik, een van de allerberoemdste passages uit de oudheid. Komt-ie. Gallië als geheel bestaat uit 3 delen. Waarvan de Belgen er 1 bewonen, de Aquitaniërs een ander. En het derde degene die in hun eigen taal Kelten worden genoemd en in de onze de Galliërs. Nou, dat had u begrepen. En nou komt ie. Van al deze volken zijn de Belgen het dappers en wel doordat ze het verst verwijderd zijn van de Provence met haar verfijnde levenswijze. En ze zitten het dichtst bij de Germanen die aan de andere kant van de Rijn wonen, met wie ze in voortdurende staat van oorlog verkeren. Wat we hier hebben is een etnografie. Ik pak een paar zinnetjes eruit. De passage is iets complexer. Het is Julius Caesar, het begin van de Gallische Oorlog. Dit is trouwens de vertaling die ik citeerde, die van Vincent Hunnik. Nou, waar het om gaat is, er zit hier een mensbeeld achter. Wij Romeinen wonen midden in de wereld. Bij ons is alles fantastisch. En dan kom je in de Provence, verfijnde levenswijze. En dan krijg je de Kelten en dan krijg je de Belgen. En nog wat verderop wonen de Germanen. De Belgen zijn het dapperst, want ze wonen het dichtst bij de Germanen. En ze zijn het verst van de beschaving. Er zit hier een model in dat naarmate je verder komt van Rome en Griekenland, de mensen wilder, woester, onbeschaafder en dapperder zijn. Dus de Belgen zijn de dapperste van alle Galliërs, maar de Germanen, dat is nog een tandje honser, botter, gemener, dapperder, onbeschaafder, woester, wilder. Dus dat is geen aangenaam volk. Je kunt deze opvatting ook samenvatten als hoe verder, hoe gekker. Je ziet het bijvoorbeeld bij Herodotus, de Griekse onderzoeker uit de 5e eeuw, zie je het ook als hij de Skieten gaat beschrijven, een volk dat leeft in Oekraïne, Rusland, zeg maar. Skieten schrijf je zo. En als je daarheen gaat, dan kom je eerst bij hele beschaafde Skieten, want die wonen naast de Grieken. Daarnaast krijg je Skieten die nog landbouw doen. En daarnaast krijg je Skieten die geen landbouw doen. En zo wordt het steeds gekker, tot je uiteindelijk komt bij de Hyperboriërs, of de Hyperboreërs, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En daar is alles stapelgek. Sterker nog, daar is eigenlijk heel veel eigenlijk een beetje omgedraaid als bij de beschaafde Grieken. Daar kun je ook een passage over lezen. Herodotus heeft het ook opgepakt over de Egyptenaren. Bij hun zijn alle gewoontes, lees ik, wel ongebruikt, omgekeerd dan aan wat bij de Grieken gebruikelijk is. Bij de Egyptenaren zitten de mannen thuis te weven, terwijl de vrouwen op de markt inkopen doen en winkels bedrijven. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet in Griekenland. Bij het weven zijn de Egyptenaren bezig om de spoel, de inslag, wordt normaal gesproken opwaarts gestoken, maar in Egypte is het net andersom. Bij de Egyptenaren dragen de mannen de zware pakken op het hoofd en de vrouwen op hun schouders. Blijkbaar deden de Grieken dat andersom. Als Egyptenaren moeten plassen, gaan de mannen op hun hurken zitten, de vrouwen doen het staand. Poepen gebeurt binnenshuis en eten doen ze op straat. Vrouwen mogen geen priester worden, wat in Griekenland wel mag. Van alles en nog wat is in Egypte omgekeerd. Althans, volgens Herodotus. Wat daarvan waar is, daar moeten we het maar niet over hebben. Ik weet het ook niet. Maar het hele probleem is, binnen in de wereld, midden in de wereld is alles normaal. Hoe verder, hoe gekker. En als je op de rand van de aarde komt, dan is alles omgekeerd. Ja, midden in Italië, daar wonen beschaafde Romeinen. Dus die hebben steden en platteland. En al het land is netjes ontgonnen. Kom je bij de Germanen en bij de Bataven en al die andere barbaren, dan kun je er zeker van zijn dat het land niet ontgonnen is en dat je dus alleen maar wouden tegenkomt, heilige bossen en zo. Nou, waarom vertel ik dit allemaal? Er zit hier een idee achter dat we kort kunnen aanduiden als de ander. Wij zijn beschaafd, zij zijn barbaars. Dat is in dit geval een vrij specifieke vorm om de ander te definiëren. Hij is niet beschaafd en wij zijn wel beschaafd.
Dat hoeft helemaal niet per se de enige vorm te zijn om over de ander te denken. De ander is een medemens, zoals u en ik. En met name in de Franse filosofie is er heel veel gedaan in de jaren 60, 70. Om na te denken over wat een mens tot mens maakt. Hij is een knoop in een netwerk van andere mensen. En die andere mensen die zijn zijn gelijken. En hij definieert zichzelf als een van de mensen in een netwerk. Dat idee dat die ander je gelijke is en dat je samen een netwerk van mensen vormt, dat is op een gegeven moment overgepakt in Amerika. En daar is het idee een beetje gepolitiseerd. De ander is niet per se je gelijke. Het is ook iemand die je tegenstander kan zijn. Mannen kunnen wat beter af zijn dan vrouwen. En daarmee kun je zeggen dat vrouwen onderworpen zijn aan mannen. Dan is het niet meer een gelijkheid die je in je filosofie benadrukt. Dan ga je juist de verschillen benadrukken. Blanken hebben meer privileges dan zwarte. Hetero's zijn beter af dan homo's. Hoogopgeleide staan tegenover laagopgeleide. In Amerika is dus wat oorspronkelijk eigenlijk meer een netwerktheorie is, is een tegenstellingentheorie geworden. Nou, Grün vindt dat allemaal helemaal. Die is niet gek. Die ziet heus wel dat die tegenstellingen bestaan. Maar hij was een beetje bezorgd over die tegenstellingen. Zijn we er niet in doorgeslagen? Nou, daar kun je een mening over opzetten. Hij vond in ieder geval, we moesten toch maar weer eens kijken naar de verbindingen tussen de mensen. En dat is dus wat hij in dit boek doet. Het gaat niet over de hedendaagse, het gaat over The Other in Antiquity. Maar hij benadrukt de vervlochtenheid van mensen. Het is dus eigenlijk een Amerikaan met Franse standpunten, om het zo maar te zeggen. Hij gaat dus bijvoorbeeld kijken hoe Joden zichzelf presenteren alsof ze Grieken zijn. Beroemd voorbeeld Flavius Josephus, die de drie filosofische hoofdstromingen binnen het Jodendom presenteert alsof dat Griekse filosofische stromingen zijn. Hij kijkt ook naar stichtingslegenden. De Romeinen stammen af van de Trojanen. Dat duidt op een vervlochtenheid. Hij kijkt ook naar bijvoorbeeld stambomen. De volken van Israël mogen dan ruzie hebben met Edom en met Ammon. Dat zijn de volken aan de andere kant van de Jordaan. Maar in de stambomen die we in de vroege boeken van de Bijbel aantreffen, dus Genesis en Exodus, daar zijn het wel broers en zussen van elkaar. Iedereen is, als je kijkt naar de grote volkenlijst in Genesis, is familie van elkaar. Dus daar legt Grün heel erg de nadruk op. En dat maakt het eigenlijk een heel leuk boek. En ook wel in zekere zin een actueel boek. Zelf heb ik heel veel plezier gehad van wat hij schrijft over Tacitus. Tacitus is een Romeinse historicus. Zijn annalen zijn net vertaald door Vincent Hunink. En die heeft een tijdje geleden de Germanenteksten van Tacitus vertaald. Tacitus had een obsessie met Germanen, lijkt het wel. En de Germaan is de anti-Romein. Ja, de Romein is beschaafd, de Germaan is barbaars. Maar Tacitus lijkt op het eerste gezicht die Germaan te gebruiken als een soort spiegel. Germanen zijn wel trouw in een huwelijk. Lees, wij Romeinen zijn eigenlijk niet al te trouw aan onze echtgenotes. De Germaan is af en toe weliswaar wild en woest en barbaars. Maar hij is wel heel dapper en mannelijk. Implicatie, wij Romeinen raken wel heel erg decadent zijn we aan het worden. In een ander werk van Tacitus, dus niet in de Germania, maar in zijn historieën, krijg je een man die heet Julius Civilis, leider van de Bataven. Ja, dat is gewoon een nobele wilde die getypecast is om te staan tegenover een Romein die Hordionius Flaccus heet en die is corpulent, decadent, indolent, kortom alles wat een Romein niet moet zijn. Nou, Grün die wijst daarop, dat zit niet zo. En hij wijst erop dat tegenover de Germaan weer de Romein staat. En een Germaan kan ontgermaniseren als hij te veel op een Romein gaat lijken. Zoals een Romein die te veel met Germanen omgaat, ontromeinst. En wat hij eigenlijk aangeeft is,
Deze mensen hebben elkaar nodig om het beste uit zichzelf naar voren te halen. Een Romeintuin toont echt wie die is aan het front tegen de Germanen vechtend. En omgekeerd kan een Germaan tonen wie hij is in de strijd met de Romeinen. Ja, daar zijn het vijanden. Maar ze kunnen ook het beste uit elkaar naar voren halen. Nou, dat soort vervlechtingen, daar legt Grün dus heel erg op. Moet u het boek lezen? Ja, het is eigenlijk wel aardig. Ik heb er zelf veel plezier aan gehad om het te lezen. Het is echt een eye-opener. En ja, ik vind het zelf ook wel heel prettig om niet over iedereen als vijanden te moeten denken. Dus als u denkt van alle mensen moeten toch maar broers zijn, of althans een strevende te zijn. Dit boek geeft u wel wat minutie tegen ideeën als de Skiet is de anti-Griek, de Egyptenaar is de anti-Griek en de barbaar is de anti-Romein. Het is echt duidelijk genuanceerder dan dat. Die tegenstellingen zijn zo scherp niet in de oude wereld. En dat maakt dit gewoon tot een verschrikkelijk leuk, origineel boek. Zoals ik al zei, het is een Amerikaan met Franse gedachten. Een leuk boek. U zult er plezier aan beleven.